Ik heb aangegeven dat we anderszins vormen van de koopkrachtplaatjes, de armoedepolitiek. Voorzitter, even punt van orde. Sorry, minister Schoof. Maar volgens mij zijn de stukken binnen. Die indruk had ik ook al. En ik ben ontzettend nieuwsgierig naar het antwoord van de premier. Dus als het eerst heel even stil zou kunnen zijn, vind ik fijn. Dan kan ik het antwoord nog horen. En ik denk dat het daarna goed is om even een half uurtje leespauze in te lassen. Exact. We luisteren even naar de minister-president. Eerst maakt de minister-president even zijn antwoord af. Was de minister-president klaar met het antwoord? Ik zal hem heel snel afronden, want ik denk dat ik niet heel veel verrassends meer ga zeggen. Dat we op het gebied van inkomensarmoede echt van alles hebben binnen onze macht hebben kunnen doen. Om te zorgen dat we mogelijk maken dat er tot op zekere hoogte gecompenseerd wordt. Maar dat zijn niet één op één relaties tussen te trekken. Maar ik zei, en toen ging het in de moer even weg, dat de regelingen geëvalueerd zijn en dat een belangrijk deel van deze effecten ook terechtkomen bij degene waarvoor je ze eigenlijk niet hebt, namelijk toch de hogere inkomens. Mag ik een punt van orde maken? Ja, gaat er gang. Voorzitter, was ons beloofd dat we tussen 1 en 2 stukken zouden krijgen. Het is nu bijna 4 uur. Het zit nu net in onze mailbox. En ik dacht eerst, er is iets mis met mijn telefoon. Want als je door de stukken heen scrolt, dan is minstens 1/3 zwart gelakt. De eerste 6 pagina's van het stuk is gewoon volledig zwart gelakt. En ik heb echt oprechte vraag. Welk debat wilt u serieus met ons voeren vandaag? Want dit voelt gewoon als minachting voor de Kamer. Dat u zo lang doet over het aanleveren van stukken. En dat we dan volledig zwart gelakte stukken gaan krijgen. Voorzitter. De minister-president. Ik heb de Kamer hoog. Meer dan dat zelfs. En dat is precies de reden waarom vanochtend, alhoewel ik in de volle veronderstelling was dat het gebruikelijk was dat als een kabinet nog een besluit moet nemen, dat het dan niet de gewoonte is om stukken te verspreiden. Naar aanleiding van het debat van vanochtend heb ik ronduit toegezegd dat datgene wat we konden vinden, zouden we u opsturen. Dat heeft inderdaad iets langer gekost. En ik heb in de brief, ik citeer, want ook mij viel op dat er veel gelakt was. Maar hebben we ook aangegeven dat, dit staat waarschijnlijk wel op zin 2. De stukken die hierbij aantreffen zijn een aantal noten van advies over de toepassing van genoemde artikelen gericht aan de hiervoor genoemde ministers. Passages in deze stukken die zien op andere onderwerpen dan de toepassing van artikel 110 en 111 zijn onleesbaar gemaakt. Maar daar wouden we ook volstrekt helder in zijn en u geen halve nota sturen. Eén vervolgvraag, voorzitter. Dus alles wat is gelakt heeft niets te maken met het inzetten van noodwetgeving om de zelfverklaarde crisis te bestrijden. Niets te maken met artikel 110, 111, voorzitter. De heer Timmermans. Voorzitter, advies zwart. Kern van het voorstel zwart. Interventie spreektekst zwart. Zwart, nog meer zwart. Worden wij nog wel een beetje serieus genomen hier, voorzitter? Hoe kunt u nou zulke stukken naar de Kamer sturen waar je bijna niks in kan vinden? Nou ja, we zullen het gaan lezen, maar dit is toch niet serieus te nemen, voorzitter? Moet je eens kijken, alleen maar zwart. Voorzitter, echt, u wordt meer dan serieus genomen. En er is echt met onvoorstelbaar veel energie gezocht naar de nota's die hiermee te maken hebben. Die zijn nu verstrekt. Die zijn, en wat er gelakt is, want ik heb die vraag expliciet gesteld. Want ik heb het net vlak voordat we hier begonnen, zag ik de stukken. Heb ik dezelfde vraag gesteld en mij is verzekerd dat artikel 110, 111, dat is weggelakt. En dat is ook precies wat er in deze brief bij de bijbehorende stukken is toegevoegd. En ik kan u verzekeren dat overigens dat wat u wel kan lezen, u ongetwijfeld met buitengewoon interesse zal lezen. Dan een kwartier leespauze, want dan zijn we wel klaar met deze tekst, voorzitter. Kan het ook in 30 seconden? De heer Eerdmans. Ja. Ik had een vraag over hotels. Ja, mevrouw Bikker ook. Nee, voorzitter, ik zou graag zo dit blokje kunnen we afronden, maar daarna heb ik wel graag een kwartiertje leespauze om het even tot me te nemen. Wellicht dat er in de zinnen die er wel zijn. We kunnen ook gewoon de andere blokjes nog even doen. En dan daarna een leespauze en daarna het blokje migratie. Nee, voorzitter, het lijkt me goed om dit blokje af te ronden. Gewoon voor de orde, ook voor de kijkers thuis en voor iedereen die dit heeft voorbereid. Maar laten we dan even de pauze houden. De minister-president had aangevangen met het liefst met het blokje asiel en migratie. Dat kunnen we dan daarna ook gewoon oppakken. Ik denk niet dat de leespauze heel lang hoeft te duren. Dat laat ik aan u. Voorzitter. Oh, ik ga gewoon door. De heer Jetten. Voorzitter, ik heb weer een
punt van orde of een procedurele vraag aan de minister-president. Want we hebben inmiddels alle stukken. Daar straks stelde ik hem de vraag, hoe kan het dat er zoveel is gelakt? Toen was het antwoord, wees gerust. We hebben echt alleen gelakt wat niet over het voorstel gaat. Maar heel eerlijk, als oud-minister kan ik dat niet helemaal geloven als ik nu de twee stukken heb bestudeerd. We hebben namelijk de volledige advisering van de minister van Binnenlandse Zaken. Daarvan moet ik zeggen, zijn inderdaad een aantal passages weggelakt, maar ik denk alle relevante passages leesbaar. Ik zal straks wel wat vragen stellen over wat ik daarvan vind. Maar dan heb ik hier de advisering van het ministerie van JNV, waar dus de minister van Asiel en Migratie ondervalt, maar ook de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Rechtsbescherming, die eerste verantwoordelijke zijn voor het staatsnoodrecht. Daar is werkelijk waar, voorzitter, elke pagina zwart. Volledig zwart. Over het advies voor de ministerraad, het kern van het voorstel, een voorstel voor interventie in de ministerraad. Alles is volledig zwart gelakt. En ik kan me niet voorstellen dat als u een ministerraad heeft over het toepassen van het staatsnoodrecht, dat de minister van BZK dan pagina's vol advies krijgt. Dat kan worden gedeeld met de Kamer. Maar de verantwoordelijk minister voor staatsnoodrecht en de verantwoordelijk minister voor asiel en migratie niks geadviseerd krijgen wat relevant zou kunnen zijn voor de behandeling in de ministerraad of relevant zou kunnen zijn voor de bespreking hier in de Tweede Kamer. Dus nogmaals mijn vraag, voorzitter. Heeft het parlement nu beschikking over alle informatie die relevant is voor de bespreking van dit onderwerp? Voorzitter, ja. Voorzitter, alleen nog maar een opmerking. Het lijkt me onbestaanbaar dat twee verantwoordelijk ministers geen enkele advisering hebben gekregen toen het regeerprogramma werd besproken over de toepassing van een noodwetgeving voor het uitroepen van een asielcrisis. Het kan niet zo zijn dat alleen de minister van Binnenlandse Zaken daar advisering op krijgt, want die advisering krijgt zij naar aanleiding van stukken die door het ministerie van JNV en het ministerie van Asiel en Migratie zijn geproduceerd. Dus als die stukken, die moeten ergens zijn en dan wil ik ze ook heel graag hebben. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, het is weer zover. De minister-president staat gewoon enorm hard te werk om goede dingen te doen voor dit land. Antwoorden te geven op belangrijke vragen die de Kamer heeft gesteld. Maar een aantal ministers denkt gewoon, gooi maar op de grond of zo. Er ligt gewoon niks vanuit de minister die verantwoordelijk is van het staatsnoodrecht. Er ligt niks vanuit de minister van Asiel en Migratie. Terwijl al deze stukken roepen ambtenaren, pas het staatsnoodrecht hier niet toe, zeggen ze allemaal op Binnenlandse Zaken. Inhoudelijk is dit gewoon echt, alles wijst erop, de Kamer moet zich niet buitenspel laten zetten. Het is democratisch ondraaglijk om dat te doen. Maar ik vind het democratisch er ook echt wat van dat een aantal ministers gewoon fluitend omhoog kijkt. En ik vind het echt niet oké dat we de minister-president hier nu op bevragen, terwijl twee anderen hier gewoon geen huiswerk maken of zo. Ik weet niet wat ze doen. Ik zou u als Kamervoorzitter willen verzoeken om nogmaals indringend aan het kabinet te vragen om met alle stukken te komen. En dan moeten we daarna echt maar even schorsen en bezien wat wijs is. Want dit blijft nu boven de markt hangen. We doen de minister-president geen recht in zijn beantwoording van wat nodig is voor ons land. En ik wil er heel graag zo snel mogelijk vanaf. De heer Timmermans. Voorzitter, ik sluit me helemaal aan bij wat mevrouw Bikker zegt. Ik denk dat de makkelijkste procedure is de stukken die nu zwart gelakt zijn, gewoon zonder zwart gelakt te zijn, naar de Kamer te sturen. Want ze zijn vergelijkbaar met de stukken die van BZK komen. Alleen komen ze van een ander ministerie, van andere juristen. Er is dan ook een kleine kans dat daar een genuanceerder beeld ontstaat. Want de stukken van BZK, daar zit geen enkele nuance in. Dat is allemaal glashelder. Als het exact hetzelfde is, dan meldt ons dat het exact hetzelfde is. Dan weten we ook waar we aan toe zijn. Maar ik zie geen enkele rechtvaardiging om die zwartgelakte stukken zwartgelakt te sturen. Die kunnen zonder zwartgelakt te worden aan de Kamer worden toegestuurd. Ik vraag u, voorzitter, om ervoor te zorgen dat het kabinet dat ook doet. Daar doen we de minister-president recht mee, die zijn best doet om dit goed te laten landen. Maar we doen het ook, en dat zeg ik collega Dijk na, we doen het ook de rest van het debat recht mee. Want nu zijn er heel veel onderwerpen die, zeg ik dan maar voor mezelf, die ik graag meer had willen belichten. Maar dit is zo'n fundamenteel punt in de verhouding tussen Kamer en kabinet, dat dit echt opgehelderd moet worden. En daar kunnen we niet mee wachten. Dus alle stukken naar de Kamer, daar gaan we ze bestuderen en dan kunnen we erover praten. De heer Baudet. Ja, ik wil graag een klein lesje staatsrecht geven aan de mensen van de oppositie. Nou, de
Een regering gaat over de laatste afweging van wat de regering met allerlei adviezen wil doen. Al zouden alle juristen in de hele wereld zeggen dat het geen goed idee is om dit te doen. Als de regering zegt dat het wel een goed idee is, dan is het haar goed recht. Godzijdank hebben we nog geen grondwettelijke toetsing. Artikel 120 bestaat. Godzijdank nog. Laten we hopen dat het nog heel lang blijft bestaan. De regering staat volledig in haar recht om deze noodconstructie in te voeren. En ik hoop dat het snel gebeurt. En dan kunnen we een beetje vaart maken met het inperken van de asiel- en immigratiestroom. Ja, ja. Dus geen enkele reden om hier nog langer moeilijk over te doen. Wat er ook maar uit die stukken zou komen, is irrelevant. De meerderheid in de Kamer beslist wat men vindt van de grondwettigheid van bepaalde, de interpretatie van bepaalde wetten. En als de zolang de regering de meerderheid steun geniet in de Kamer, is er dus helemaal niets aan de hand. De oppositie hier huilt krokodillentranen. De heer Bontebal. De heer Stoffer. Ja, voorzitter, maar de volgorde maakt me niet zoveel uit, maar dank. We hebben de stukken gezien, we hebben ze snel gescand. Wat ons betreft is het voldoende. Er blijkt ook heel helder uit dat die noodwetgeving gewoon een doodlopende weg is. En dat je echt spoedwetgeving zou moeten toepassen. Voor ons is het helder, het moet heel snel. Dat kan volgens mij net zo goed via spoedwetgeving, is veel zekerder. Maar wat de stukken betreft, wij hebben genoeg. Wat ons betreft kun je dat debat gewoon aanvangen. De Bontebal. Voorzitter, zoals collega Stoffer zegt, de minister-president zou de angel volledig uit het debat kunnen halen door gewoon te zeggen, ik ga met spoedwetgeving aan de slag. Gaat veel sneller en voorkomt denk ik een kabinetscrisis. Waarom het toch denk ik belangrijk is dat we die stukken wel krijgen, is omdat minister Faber gewoon heeft gezegd dat ze haar beste juristen hiernaar heeft laten kijken. En dat heeft ze heel duidelijk gezegd. En als je dat zegt, moet je het ook bewijzen. Dus ik vind dat wij die stukken van die juristen dan moeten hebben. Want alle stukken uit het ministerie van mevrouw Uitenmark, die zijn gewoon netjes. Die liggen hier, die zijn glashelder. Hulde voor die ambtenaren die gewoon de waarheid opschrijven. Maar uit het ministerie van Asiel en Migratie lees ik geen enkel stuk, allemaal zwart gelakt. En ik vind dat dat ook open en bloot hier gewoon op tafel moet komen te liggen. Vooral als je zegt dat je je beste juristen hier hebt naar laten kijken. Dus ik wil die teksten zien van die beste juristen. De heer Dijk. Tjongejonge, werkelijk waar niet te geloven dit. Dank u wel. Nee, voorzitter, voorzitter, ik begin wel zo, want het lijkt om te lachen. Maar ik heb de afgelopen uur heb ik in mijn mailbox allemaal mailtjes gezien van mensen die zeggen, kunnen jullie het alsjeblieft over de inhoud hebben? En aan de andere kant krijg ik in mijn appberichten toeslagenouders die hele herkenbare documenten zien. Helemaal zwart gelakt. Het staat buiten kijf dat al die informatie die mijn collega's net om vroegen van andere partijen, dat die moet komen. Maar ik heb eigenlijk ook een vraag aan deze premier. Wat had u gedacht? Wat had u gedacht? Dat bij een toeslagenschandaal, als informatie achterbleef, dat wij dan onze mond hadden gehouden? Dat u hier even zo mee weg kon komen? Tjongejonge, werkelijk waar niet te geloven dit. Ja. Dat was uw reactie net, opdat er meer informatie moest komen. U stond na 5 minuten klem. U zit hier muurvast. Al die informatie moet bovenkomen. En voorzitter, wij laten niet los op dit soort punten. Het is ook glashelder nu al uit die informatie van Binnenlandse Zaken, het belangrijkste ministerie die hierover gaat, ja, dat het een politieke wens is om hier een crisis van te maken en dat noodwetgeving sneller en beter was geweest. Maar de vraag blijft echt, en ik wil een antwoord hebben van deze minister-president. Wat had u gedacht? Ja. Dat wij nou al die schandalen zouden loslaten? Ja. Oké, okay. De heer Dassen. Ja, dat komt straks. Ik luister eerst even naar wat er in de Kamer komt en dan gaan we ook over die stukken praten. De heer Dassen. Ja, voorzitter. De stukken die we gekregen hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn glashelder. Er is geen spel tussen te krijgen. Ja. Onmogelijk, onwenselijk, ondemocratisch. Dus als de minister van Asiel en Migratie zegt dat haar beste juristen er ook naar gekeken hebben, maar dat is helemaal zwart gelakt, dan is dat toch wel iets wat heel bijzonder is en waarvan we toch als Kamer zouden moeten zeggen van ja, die stukken willen we dan ook hebben. Niet helemaal zoals we hem nu gekregen hebben, naar pagina zwart gelakt. Want anders is er maar één verhaal en dat is het verhaal wat we hier van het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben, dat dit absoluut niet kan. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, we worden hier echt een onrechtstatelijke weg van je welste ingemoffeld. En het is
overduidelijk dat dit gewoon niet kan. En als het gaat over die stukken, voorzitter, de ambtenaren van Binnenlandse Zaken die schrijven het in hun eigen advies letterlijk op, dat aan hun stukken is voorgelegd. En die stukken hebben we als Kamer niet. Dat is of zwart gelakt, of we hebben ze niet gekregen. Dus wat de minister-president zegt, dat klopt niet, dat we alles hebben. Dus net als de collega's vraag ik alles naar de Kamer, anders kunnen we hier niet over spreken nu. De heer Eertmans. Ja, voorzitter, ik heb hier echt zoveel moeite mee. We gaan dus debatteren over ambtelijke adviezen. Duidelijk wordt dat je misschien nog niet eens alles hebt, dat klopt. Er zijn dingen zwart gelakt. We zien toch justitieadviezen, moet ik zeggen, bijzitten, waarin wordt gezegd dat het kabinet zal een oordeel moeten vellen of het wel of niet kan leiden tot activering van die twee artikelen in de Vreemdelingenwet. Wat wordt dit een gemankeerd debat, voorzitter? Wat wekt dit voor president? Gaan we voortaan altijd adviezen bespreken voordat er een besluit wordt genomen? Ik ben heel erg voor informatie, maar we moeten toch met elkaar wel een besluit hebben waarop wij reageren. Want dit wordt een heel gemankeerd debat, voorzitter. En ik denk niet dat we er iets mee opschieten. Mevrouw Aland. Ja, voorzitter, voor iedereen die denkt, we hebben het gewoon over onze problemen. Dat snap ik, als mensen die zitten te kijken dat denken. Als de regering zo omgaat met de volksvertegenwoordiging, we hebben het bij het toeslagenschandaal gezien, die mensen kunnen nog steeds niet hun dossiers inkijken zonder dat het dit zwart gelakt. En dat is bij de volksvertegenwoordiging ook gebeurd. En als de regering dat doet, dan kunnen wij dus nooit problemen van burgers boven tafel halen. Daarom is dit zo schadelijk. Ja. En ik sluit me aan bij de woorden over het zwartlakken van alles wat uit het ministerie van Justitie en Veiligheid komt. Altijd gedonder vanaf dat ministerie. Altijd waren de bonnetjes kwijt of we wisten dit niet en helder. Dat niet. Ja, ja, ja. Dus hier moet verantwoording over worden afgelegd. Ja. Woord aan de minister-president. U kent de verzoeken. Het volledig verstrekken van het advies van justitie en de vraag of dit alles is. Ja, voorzitter. Vanochtend was ik enigszins verrast, omdat ik echt ik heb het volgens mij ook eerder gezegd, in de veronderstelling dat er zijn kabinet nog geen besluit heeft genomen, en we hebben nog geen besluit genomen, dat het gebruikelijk is dat de stukken die daarvoor ter voorbereiding dienen niet aan uw Kamer hoeven te worden verstrekt. U heeft verzocht om die informatie. Wij hebben de informatie die we konden vinden bij elkaar gebracht. Ook meteen aan u gegeven. Ik zou bijna zeggen, het stuk wat u ook van BSK heeft gegeven, geeft al wel aan dat we geen enkele terughoudendheid hebben betracht. Anders hadden we dat wel anders gedaan, zou ik maar zeggen. Als dat de emotie is waar ik hier, of het gevoel van uw Kamer, dat we hier informatie achterhouden. Dat is gewoon niet zo. Echt, als de Kamer zelf wil weten dat ze echt niets hebben gekregen wat ze eigenlijk al hadden moeten hebben, ja, dan wil ik de Kamer graag overtuigen door middel van de niet gelakte stukken te geven. Dat is wel zeer ongebruikelijk, zeg ik erbij. Ik vind het ook eigenlijk een ongekend precedent. Ik vind dat zeg ik ook heel eerlijk. Het debat wat we hier dan met elkaar gaan voeren een buitengewoon merkwaardig debat wordt. Want er wordt namelijk een debat over een besluit wat een kabinet nog niet heeft genomen op conceptstukken en nota's van ambtenaren die nog niet op geen enkele wijze door bewindslieden met elkaar zijn besproken. Ik vind dat een ingewikkeld debat, zeg ik heel eerlijk. U en de Kamer bepalen de volgorde. U controleert de regering. Maar ik vind het echt, en ik hecht eraan om dat nog te zeggen, want het is zeer ongebruikelijk wat we met elkaar doen. En dat heeft wat mij betreft niet te maken met het achterhouden van informatie, maar over ook de zorgvuldigheid die ik intern in het kabinet wil hebben over de besluitvorming die we in het kabinet nog moeten nemen. Dank u wel. Meneer Timmermans. Ja, voorzitter, het is gewoon de afspraak die is gemaakt 2 jaar geleden tussen kabinet en Kamer, heel helder. En in de tweede plaats, als er zo'n onrust over ontstaat, heeft dat ook alles te maken met uw eigen minister van Asiel en Migratie, die wappert met de beste juristen hebben ernaar gekeken en het klopt. Dan moet ze dat ook kunnen staven. En daarom moeten we die stukken hebben die tot nu toe zwart gelakt zijn. Ik ben minister-president dankbaar dat hij die stukken nu gaat sturen, als ik hem goed heb begrepen, niet zwart gelakt. En dan kunnen we verder kijken hoe we hiermee omgaan. Ik denk dat de Kamer dan wel behoefte zal hebben aan een zekere schorsing om die stukken allemaal te kunnen wegen. En dan kunnen we het debat erover voeren. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter, het is natuurlijk alleen maar een ongebruikelijk debat, omdat deze coalitie en dit
kabinet besluiten om deze zeer ongebruikelijke weg in te gaan. Ja. Dat ligt niet aan ons. En voorzitter, ik wil de minister-president vragen, omdat ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken zeggen, refereren naar de stukken die aan ons zijn voorgelegd. Dus er zijn conceptteksten voorgelegd. Of als we die niet gelakte documenten krijgen, of dat de lading dekt van die voorgelegde stukken waar de ambtenaren van Binnenlandse Zaken het over hebben. Dus kan de minister-president in ieder geval ons, misschien ook straks als we die niet gelakte documenten krijgen, aangeven of al die stukken die zijn voorgelegd dan ook daadwerkelijk naar de Kamer zijn gekomen? Voorzitter, ik heb vanochtend een voorbehoud gemaakt. We zeggen, wij doen ons best om zo snel mogelijk alle stukken boven water te krijgen. Ja. Ik zal deze vraag nog een keer expliciet meenemen. Maar ik heb vanochtend niet kunnen zeggen dat er een volledige zeg maar inzage in alle stukken kon worden gegeven. Ja. Ik stel voor dat wij gewoon doorgaan met het volgende blokje, fysieke leefomgeving. En dat ondertussen uw ambtenaren, die hebben ongetwijfeld meegeluisterd, aan het werk gaan om uw verzoeken uit te voeren. Ja, ik wilde even checken of dus voor dit... Het woord is aan de heer Baudet. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wilde even checken of voor dit verzoek dan inderdaad een meerderheid is. Misschien kunnen we er even over stemmen. Nee, dat gaan we niet doen, want hoeft dat helemaal niet, die stukken. Minister-president heeft dat al toegezegd. De heer Bontebal. Voorzitter, als de minister-president gewoon zegt, we gaan het met spoedwetgeving doen, gaat veel sneller. Want de CDA-fractie wil ook dat we maatregelen nemen. Precies, maar dat hebben we niet horen zeggen. Dus hij zou het kunnen zeggen, dan trekken we de angel uit het debat. Dan gaan we gewoon verder met de inhoud. Volgens mij is iedereen We gaan sowieso door met dat. De inhoud. Ja, maar nu maakt de minister-president het zichzelf wel erg moeilijk, denk ik. Wij gaan door met het blokje fysieke leefomgeving. En ondertussen wordt er achter de schermen gewerkt. Ja. Want het kabinet bereidt zich nog steeds voor besluitvorming. Ik ga naar de fysieke leefomgeving. De heer Dassen die informeerde naar een gezondere leefomgeving en dat hij daar te weinig van in het regeerprogramma zag. Een gezonde leefomgeving voor de inwoners van dit land is voor dit kabinet belangrijk, zoals ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat onlangs in het commissiedebat leefomgeving heeft aangegeven. Dat gebeurt via het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving met normen in het nationaal Europese regelgeving. Mevrouw Bikker. Mevrouw Bikker. Voorzitter, sorry, punt van orde. Kijk, ik wil heel graag nu met de minister-president in debat over de Neder-Saxe-lijn, die kaart nodig is, over het regionaal openbaar vervoer. Maar we voelen allemaal hoe hier doorheen nu tintelt een discussie over migratie en asiel. Dus ik zou heel graag gewoon even met de fractievoorzitters en u overleggen wat is een verstandig vervolg van dit debat. Want we doen de minister-president gewoon geen recht in zijn antwoorden en het land geen recht in de oplossingen. Dus laten we zorgen dat dit wat hierboven hangt, dat we daarvan afkomen. Prima, dan nodig ik de fractieleiders uit om hier even naartoe te komen. Schors ik 5 minuten.